Bloedheet is een soort aquamundo hier. Kom maar door. Bloedheet. Hallo. Hallo, ik ben Rob. Hoi. Goedenavond. Oh, leuk dat ik hier mag zijn. Nou, Ron Boshart in het glazen huis. Hallo. Het is Jorien. Zitten. Ja, mag staan, okay, zitten wat je staan. Wil. Nee, ik, okay. Ik zou de jas uitdoen, want... Ja, het is hier wel lekker warm. We proberen het kouder te krijgen, dat is het idee van deze week. Ja. Wat leuk dat je er bent. Hop allemaal. Ja, hey, ja, leuk dat ik er ben. Dat ik hier mag zijn ook. Hallo, jongen. Dat bedoel ik niet zo vervelend als klinkt. Wat kom je doen? Oké, doei. Wat kom je als brenger? Jullie hebben me uitgenodigd. Wat kom je als brenger, Ron? Oh ja, ik heb iets meegenomen. Dat bedoel dat je was toch? Ik eigenlijk, ja. Ik heb, zoals je weet... Nou, weet je misschien niet. Hoe oud ben jij? Ik ben 33. 33, ja. Ik heb heel veel programma's gedaan, trouwens. Ja. Ik ben een grotere tv-nerd dan jij denkt. Ik denk dat ik ze allemaal op kan noemen. Nou, doe even. Ga je gang. Cash and Win. Nee, dat was Match and Win. Maar goed, Match and Win. Pluk de dag. Wat er ook gebeurt, ik lach. En De Leukste Thuis heb je ook nog gedaan. Ja. Zepsport. En het ene programma dat ze met elkaar die kleren... Oh, dat was Match & Win. Daar moesten ze de kleren uit. Juist. Bommetje natuurlijk. Bommetje. Nou, en nog veel andere dingetjes. Spel zonder grenzen. Heb ik ook nog gedaan. Ja, heb ik ook nog gedaan. Telekids. Telekids. Nee! Ja, wat flauw. Dat is flauw, Sander Hoogendorp. Af. Maar omdat ik De Leukste Thuis gedaan heb, hebben wij een aantal horloges gemaakt. Dat was toen niet Hergot, maar er zijn er maar een paar van gemaakt. En dit is een blauwe, dus een blikje waarop staat De Leukste Thuis. En daar zit ook een horloge in. En er moet waarschijnlijk een batterijtje in, want hij loopt niet. Maar hij stond bij mij in mijn kast en toen dacht ik, nou, het wordt wel eens tijd om er afscheid van te nemen. Maar die kon je winnen als je het leukste filmpje had, toch? Nee, dan kreeg je een bokaal. Maar we hadden een paar echt mensen die echt alle mooiste filmpjes hadden gemaakt. En die kregen deze dan. En het is voor iemand die daar waarschijnlijk een keer naar gekeken heeft. Die gaat, ja. Oh, Leukste Thuis. Dat kan nou, in het Oproepmuseum. Ik vind het bijna jammer. Ik mag niet meedoen aan de veiling. 10.000 euro. Meer mag je niet. Precies. Ja, Ron, ik weet zelf, de postcode was toch LL en dan was het toch lekker lachen? Dat heb was ik ook idee? Gedaan trouwens, ja. Postcode loterij. Nee, maar de postcode om die filmpjes op te sturen. Ja. Toen zei jij altijd, het was altijd zoveel LL. Hoe weet je dat? Ja. En dan zei jij lekker lachen. Wat zeg jij altijd? Lekker hoe lachen, weet je dat allemaal? Ik heb dit ooit gezien. Het heeft indruk gemaakt. Dat heb ik gewoon nooit vergeten. Wow, dat vind ik heel bijzonder. Dat LL, ja, dat inderdaad, dat was zo. Ja. Dat wist ik niet eens meer. Jij bent zeker, de Leukste Thuis. En het horloge, goed, dat gaat bij ons op de veiling. Ja. En dat gaan we nu doen. Wat is het openingsbod, Ron? Nou, nee, dat moet jullie maar... Dat weet ik niet. Voor mij is het echt sky. Oké, 500 euro. 500 euro? Ja, minimaal. Ja. En ja. Als niemand hem geeft, dan mag ik meedoen eigenlijk of niet? Nou, laat je horen via de app van 3FM. Ja. Je hebt 3 minuten 50 de tijd, 500 euro staat.